Hallo allemaal, welkom bij alweer een nieuwe video. En vandaag maken we een geweer. Wat heb je nodig om zo'n leuk geweertje te maken? Slechts 2 ballonnen en niet veel oefening. Het is eigenlijk vrij makkelijk om te maken. Ik heb voor mijn geweer gekozen een blauwe ballon en een groene ballon. We starten met de blauwe ballon. Blaas de blauwe ballon op tot ongeveer 1/3. Dat je zo nog een 4 tot 5 vingertjes over hebt. Knoop de ballon dicht. En maak je ballon goed zacht. En nu kunnen we gaan starten. Als eerste maak je een bubbel van ongeveer 4 vingertjes groot, ongeveer een handvat. Dus 4 vingers is ruim voldoende. Dan maak je 2 kleine bubbels voor een pinch twist. Eén, twee. Dan gaan we dit verbinden met dit. En nu gaan we onze ballon door de pinch twist halen. Knijp een beetje in de ballon. En haal de ballon gewoon door de 2 bubbels. Nu gaan we een bloemblaadje maken. Ongeveer 4 vingertjes die er nog in kunnen. Dan maak je ongeveer een bubbel van iets meer dan een hand. En nu gaan we gewoon net hetzelfde doen, maar in de andere volgorde. Dus eerst 2 pinch twists. We halen de ballon terug door de pinch twist door. Opnieuw een bloemblaadje van ongeveer 4 vingers. En de overschot is ons tweede handvat. Geef het jezelf een beetje op zijn plaats brengen. Zodat onze bloemblaadjes goed van boven op de pinch twist staan. Ziezo, dit is ons handvat van ons geweer. De tweede ballon gaan we ongeveer halfweg opblazen. Voilà. Halfweg ongeveer, dus ook weer een 6 vingertjes overlaten. Goed dichtknopen. Kapot. Dan gaan we opnieuw starten. Ik heb hier nog wel ergens een ballon liggen. Blop. Natuurlijk zie ik geen groene meer. Maar geen probleem. Dan doen we het met een gele ballon. Dat gaat ook. Dus we blazen de ballon op. Tot ongeveer de helft. Goed dichtknopen. Onze ballon lekker zacht maken en dan vouwen we de ballon ongeveer zo in 2. De kortste doe ik van onder, de bovenste maak ik ongeveer
Met twee vingertjes groter dan de onderste. En nu steken we deze ballon door onze loops die we hebben gemaakt. Als je de ballonnen moeilijk door de loops krijgt, dan moet je de volgende keer je loops gewoon ietsje groter maken. En dan is dat geen probleem meer. Alles gewoon opnieuw een beetje op zijn plaats brengen. En nu hebben we eigenlijk al een cool geweer. Maar om het helemaal af te maken, maak ik hier nog een kleine poedelstaart. Dat doe ik door hier een klein bubbeltje te twisten. En dan knijp ik gewoon de lucht naar het uiteinde van onze ballon. Voilà. Er zijn heel veel manieren om een poedelstaart te maken. Ik gebruik eigenlijk altijd deze manier, omdat ik dan zelf een beetje kan controleren hoe groot ik mijn poedelstaartje maak. En nu is ons geweer helemaal klaar. Tot de volgende keer, lieve vriendjes. Ik hoop dat jullie hier heel veel plezier aan gaan beleven. Vergeet niet, als je nog niet bent geabonneerd, abonneer je dan nu op mijn kanaal. Ik ben Mel D, jullie ballonartiest. Binnenkort, ik denk dat ik ongeveer nu al een 60-tal abonnees heb op mijn kanaal. Niet vergeten, bij het halen van de 100 abonnees geef ik een leuke prijs weg. En die wordt dan verloot onder al mijn abonnees. Dus misschien ben jij er ook wel bij. Tot de volgende keer. Dag!